Ik zit te lezen. Wat is dat? De Punisher. Ja, maar wat is dat dan? Dat is heel spannend. Maar je kunt toch helemaal niet lezen? Nee, maar het is heel spannend getekend. Het is een superheld, net als Batman. Laat eens zien. Nou, geef dat terug. Ik heb het nog niet uit. Hé? Ik wil alleen maar even kijken. Waarom? Nou, ik beschik over een gezonde dosis nieuwsgierigheid. Dat zit in de familie. Ja, als ze moeder op bezoek komt, wil ze ook altijd weten of ik elke dag een schone witte onderbroek aanbreng. Nou, geef dat terug. Ik wil alleen maar even kijken hoe die eruit ziet. Die Punisher, is dat die griezel met die grote neus? Ja. Waarom kijkt hij dan zo chagrijnig? Ja, hij is een Vietnamees-veteraan. En zijn familie die is vermoord door de maffia. En nou jaagt hij op ze in een zwart pak met een witte doodskop erop. Oh ja, nou, dat is lekker makkelijk. Dan weten ze tenminste waar ze op moeten schieten. Ja, maar dat is de bedoeling ook. Want onder die witte doodskop er zit een kogelvrij vest. En er blijven al die kogels in steken. Dan is hij toch niet meer kogelvrij? Huh? Het is een doodordinaire Amerikaanse pulpstrip. Nee, er is ook een film van met Jeroen Krabbé. Oh. Ja, maar die is niet zo goed hoor, want die had geen witte doodskop op dat zwarte pak. Nee, ze voelen zijn eigen hoofd alleen genoeg. Ja, het is allemaal hetzelfde met die Amerikaanse pulp, man. Of het nou een strip is of een film. Allemaal hetzelfde. Meestal gaat het over een gefrustreerde macho die door iedereen belazerd wordt. Maar dat laat hij allemaal dan over zijn kant gaan. En het publiek dat zich met hem vereenzelvigt, zelf, dat leeft mee. Dat denkt van, man, vecht toch terug. Doe toch iets. Kom op, man. Doe wat. Maar nee, hij leidt. Hij leidt in stilte. En tegen het eind, als hij er genoeg van heeft, dan pakt hij een mitrailleur. Gaat bovenop zo'n abri staan. En schiet dan iedereen en alles overhoop. Oeh, ja, moet hij ook met zo'n gemeen tegen ze doen. Als de zus er wel meer een havengemeen tegen is, dan schiet je er toch ook niet aan flarden met zo'n standgun? Nee. Als iemand vervelend tegen jou is in de kroeg, dan rol je toch ook geen handgranaat onder zo'n kruk? Nee. Als je ruzie hebt met je buren, dan steek je toch een huis ook niet in de fik met zo'n vlammenwerper? Nee, maar daar heb ik wel van gedroomd. Zie je nou, dat komt allemaal door die pulp. Het gaat allemaal over wraak nemen, wraak nemen. Dan los je niks mee op. Als je problemen hebt, moet je praten. Dat moet je kunnen. Ja, maar als ze mijn rookworst van mijn bord jatten, dan ga ik niet eerst zitten praten. Dan krijgen ze wel van huis uit een bak vla in hun kamers. Ja, maar met de maffia valt toch niet te praten? Maar met jou helemaal niet. Ja, maar mag ik dan een punnetje terug? Ja, vangen. Post! Post! Ah, lekker kaartje. Wat moet je? Dat is pas voor je. Zeg, je hebt zeker een contactadvertentie gezet. Lekker, hè? Heb je gelogen op je uiterlijk, hè? Ja, leg dat maar neer. Oh, het zijn allemaal rekeningen. Neckerman, Otto, Weekamp, Neckerman, Otto, Weekamp, Neckerman, Keurko. Keurko, wat moet je nou opeens bij de Keurko? Bij die anderen mag ik niks meer bestellen. Omdat je in de gevangenis zit? Nee, omdat ik nooit betaal. Lekker. Van je vriendin. Heb je eraan gezeten? Nee. Waarom is hij dan open? Oh, dat doet Michels. Die wil altijd iets leuks lezen bij de koffie. Waarom zitten jouw vieze, vuile, vette vingerafdrukken er dan op? Die zijn ook van Michels. Van zijn boterkoek. Dan moet je eens goed luisteren, Grieseltje. Wat er in mijn post staat, dat gaat jou geen reet aan. Nou, als jouw zwager schrijft dat hij morgen om 2:30 op de binnenplaats komt ophalen met een helikopter, dan zorg ik wel dat ik erbij sta. Dit is heel wat anders, dit is privépost. Ja, dat is waar. Hij is van Cynthia. Hoe weet je dat? Nou,
Ik denk toch niet dat je zware van die zoete parfum gebruikt? Zie je wel, je hebt hem gelezen. Nee, echt niet. Moet ik zweren. Kom maar, je bent zo al vies genoeg. Hé hey, jongens, Utters heeft een brief van Cynthia. Die wil weten wat erin staat. Hé, dat is maar een grapje. Ja, dan weet ik er nog één. Ik maak gehakt van je en dan stuur ik je als voedselpakket naar Rusland. Waarom moet het naar Rusland? Zo lang mogelijk blijven. De brief is Cynthia. Hey, ja. Geef hem. Nee, ik wil lezen wat erin staat. Die brief is van mij, geef hier. Geef hier, Beuker. Drukhuis, geef terug die brief. Hallo, Beuker. Geef die brief terug, dit is niet leuk meer. Wel. Krukas. Ja? Die brief terug of ik gooi Krukas naar beneden. Ja, gooi me, gooi me. Geef me nou terug. Geef me nou terug. Oké. Lieve Ukke, jij gaat nooit waar ik nu zit. Op een sportschool. En ik heb alweer stevige billen. Ik hoop dat jij ook weer een beetje in beweging blijft. Want ik ben dol op harde spieren. Ja, leuk hoor. Geef nou die brief maar terug. Oké, maar dan moet je ons eerst bedanken. Waarvoor? Nou, dankzij ons heb je 5 minuten aan je beenspieren kunnen werken. Hier is alles rustig. Nou, hier kijk je. Ja, gaat ook. Kijk maar. Nou. Zo. Erbij dichten. Zo. De dokter en dan zeg ik dat ik last heb van verstopping en dan gooi ik een heel potje laxeermiddel in zijn thee. Die Krukas die proeft ook meteen. Ik zet hem op zijn kop in de wc en dan trek ik 20 keer door. Zonder van het water. Ik ga achter hem staan en dan zeg ik Krukas, telefoon. En dan duw ik hem snel een strijkijzer in zijn hand. Dat trapt hij niet in. Ik wacht tot het handarbeid is en dan lijm ik hem vast op een stuk triplex en dan gaan we met z'n allen figuur zagen. Ik huur een tank en dan lok ik hem naar de binnenplaats en dan rij ik over hem heen en weer terug. Tank huren? Die zijn niet te huur. Nou, dan koop ik er een. Die zijn ook niet te koop. Nou, natuurlijk wel. Hoezo? Dan moeten ze toch vanaf. Ze gaan ontwapenen. Die dingen raken ze aan de straatstenen niet kwijt. Oh nee, waarom niet? Nou, die zijn veel te duur voor de wegenbelasting. Doe nou niet altijd zo negatief. Denk een beetje mee. Wat ben je vandaag vervelend, zeg. Heb je last van mijn jojo? Nee, dat zeg ik toch niet? Nou ja, als je last hebt van mijn jojo, dan hou ik er wel mee op. Nee, dat komt door die stomme wraakzucht van jou, hè? Het slaat toch nergens op? Ja, ik heb nou eenmaal mijn principes. Als iemand mij in de zeik zet, dan... Je moet geen wraak nemen. Ja, maar als iemand mij in de zeik zet, wraak dan ga ik... Wraak nemen is fout. Als iemand mij in de zeik zet, hoef je dan... nog geen wraak te nemen. Je laat me niet uitpraten. Nee, omdat je steeds hetzelfde zegt. Nee, omdat je me niet laat uitpraten. Nee, omdat wat je zegt gezeik is. Weet je zeker dat je geen last hebt van mijn jojo? Nee. Waarom doe je dan zo geïrriteerd? Ik ben helemaal niet geïrriteerd. Je bent wel geïrriteerd. Nee, dat komt omdat jij zo irritant bent. Oké, dan hou ik mijn mond wel. Ik zal het je nog 1 keer uitleggen. Wraak nemen is voor domme mensen. Ja. Als jij wraak neemt op Krukas, neemt de beuker wraak op jou. Moet ik dan wraak nemen op de beuker? Ja? En dan neemt Jack de Norman wraak op mij. Zal Piltor dan wraak moeten nemen op Jack de Norman? Nou, dan verliezen we het alsnog. Ik weet het. Ik jat iets uit de kamer van Michels. Iets waar hij erg aan gehecht is. Bijvoorbeeld het speldje van de Corrie Konings fanclub. En dan wacht ik tot Krukas onder de douche staat en dan stop ik het in zijn kleren en dan zeg ik tegen Michels dat hij het gejat heeft. Als jij dat doet, dan ben je een smerige fraaier. En dan wil ik niet met jou op één cel zitten. Nou, dan doe ik wat anders. Laten wij nog geen ruzie maken. Wij zijn toch vrienden? Dat dacht ik wel, ja. Nou dan. Ik was een beetje geïrriteerd en dat moest ik even afreageren, oké? Ja, oké. Alles in orde? Ja. Maar dan moet je me wel iets beloven. Wat? Dat jij dat ophoudt met dat ellendige gejojo. Ukkels? Ukkels? Michels? Wat doe jij hier? Eet hem vooral. In het donker? Ja, dan zie ik niet wat ik allemaal door elkaar eet. Dat proef je dan toch? Ja, maar dan zit het al in mijn mond. Michels, zal ik jou eens 1 tip geven? Ja, mevrouw. Als jij last van stress hebt,
Dan moet je niet zomaar vol zitten eten. Dat lost helemaal niets op. Je wordt er alleen maar ongelooflijk dik van. Ik heb geen stress, mevrouw. Ik kon alleen niet slapen omdat ik last had van gerommel in mijn maag. Nou, dan neem je een slokje water. En je zit je vol te vreten voor niks. Oh. Is dat huzarensalade? Ja, mevrouw. Lekker. Mag ik misschien vragen wat u hier komt doen, mevrouw? Ja, vraag maar. Hoe bedoelt u? Je moet niet twee vragen tegelijk stellen, Michos. Doe ik dat dan? Dat is vraag drie. Mevrouw, waar slaat dat op? Vier. Oh, u wilt me niet vertellen wat u hier komt doen. Jawel hoor. Oh ja? Dat is vraag vijf. Nou, wat komt u hier dan doen? En dat is vraag zes. Zal ik die dan maar beantwoorden? Graag. Kijk, meneer Michels, ik ben om 12 uur naar bed gegaan met een boekje van Tessa de Loo. Want dan slaap ik altijd meteen in. Ja, ligt te boelen en te draaien, totdat ik wist waar het aan lag. Het is hier te rustig. Nou, net wat ik zeg, Michels. Er zijn te weinig geluiden. Het is te rustig. Ja, mevrouw, wat wilt u? Het is 3:15 in de nacht. Maar normaliter hoor je hier allerlei geluiden. Het gesnurk van Snoek, het hardop praten van Peer in zijn slaap, dat als die de schoenen poetst van de Norman, et cetera, et cetera, et cetera. Mevrouw, de gevangenen hebben andijviestamp gegeten. Daar slapen ze altijd lekker op. Maar ik heb toch zo'n eng voorgevoel dat er iets gaat gebeuren. Wat dan? Nou, als ik dat wist, dan zou ik me zorgen dat het niet gebeurde. Mevrouw, we hebben alles zelf gecheckt. Volgens mij maakt u zich zorgen om niets. Ik hoop dat je gelijk hebt. Ik ook. Oh, weet je wat? We gaan een partijtje biljarten. Want ik slaap altijd prima als ik gesport heb. Nou, dat denk ik niet, mevrouw. Want u gaat verliezen. Nul karambols, mevrouw, ik ben. Zijn we begonnen? U stoot het al. Ja, dat was om te oefenen. Ja, mevrouw, als we zo gaan beginnen. Wat zeg ik nou, Michels? Ik ben helemaal niet begonnen. Ik begin pas als ik zeg dat ik begonnen ben. Nou, voor mijn part begint u 10 keer opnieuw. Ik ga ondertussen een dutje doen, dat vindt u wel goed, hè? U wekt me maar als ik aan de beurt ben. Iets zal gebeuren. Oh, mijn kapot. Hoe zit dat? Maar je moet me helpen. Hey. Nee, maar hij wil met elkaar slaan. Ik kwam hem net boven tegen. Toen zei hij dat hij me even alleen wou spreken. Oh, hij helpt niks van me heel. En dan heb je vanavond niemand die je voorleest uit Agatha Christie. Nou, en? Wat ben je dan niet benieuwd hoe dat loopt? Weet ik al. Ik heb ze al op tv gezien. Ja, maar je moet me helpen. Ik moet naar de sportzaal. Ik geef een cursus gewichtheffers voor beginners. Ja, maar kan ik niet even wachten? Nee, dat kan niet. Als ik een minuut te laat kom, is de helft er zijn rug heen. Hé, maar ik doe het niet. Nee, jij kan beter wachten ook met die kleuterklas. Ja, maar wat moet ik dan doen? Zeg, hebben we nog ergens wat te drinken? Hoezo? Schiet nou op, ik kan aan het moment komen. Hebben we nog wat te drinken? Ja, staat een pak appelsap in de kast. Oh. Waar dan? Waar dan? Ons te plan. Zeg, waar is de schaar? Waar is de schaar? We hebben geen schaar. Hoe krijg je dat roppak dan open? Prik al een gaatje met een potlood. Meneer, dat duurt allemaal veel te lang. Wat doe je nou? Wat ben je nou? Stil nou dan! Ik zorg voor een alibi. Volgens mij lees jij te veel Agatha-Christie. Hi, broers. Hallo, Krukas. Zag je mij? Ja, dat zei ik net al. En je rende ineens weg. Je bent gestuurde Ukkels, hè? Nee, ik wil alleen met jou praten. Ja, over Ukkels? Nee, over jou. Over wat ik met Ukkels heb gedaan? Nee, over wat Ukkels met jou gaat doen. Waar heb je het over? Ukkels is een driftkop, hè? Die laat niet met zich zollen. Dus ik zou maar liever uit zijn buurt blijven als ik je was. Wat is hij dan van plan? Dat kan ik je niet vertellen. Aan mij toch wel? Nee, ik ga Ukkels niet verraden. Oh, broers, luister nou toch eens even. Ik wil er het helemaal niet doen met je vriend. Het gebeurde gewoon. We zitten hier allemaal klem. En dan heb je een uitlaatklem nodig. Ik ook. Het wordt me hier ook wel eens te veel. Een handicap. Oh? Wat heb je dan voor handicap? Dat zeg ik liever niet. Het is te pijnlijk. Ja, maar dat kun je toch aan mij vertellen? Nee, het is te pijnlijk. Is het lichamelijk? Feestelijk. Wat heb je dan?
Vannacht om 3 uur. Heb je dat wel eens vaker? Ja, om 4 uur nog een keer. Nee, dat begrijp ik heus wel, want ik heb zelf ook zoiets. Ja, ik ben bang voor spinnen. Ja, maar dat vertel ik ook tegen niemand. Daar hebben ze toch niks aan, ze gebruiken het steeds weer tegen je. Ja, ik begrijp het, ik begrijp het. Je houdt het voor jezelf en je draagt het met je mee. Dat is een verschrikkelijk geheim. Ja. Dus jij moet mij precies vertellen wat Ukkels gaat doen. Hè? Dat wij elkaar zo goed begrijpen. Zo liefd. Nou ja, als je straks gaat douchen... Ja? Dan zou ik maar goed op mijn kleren letten als ik jou was. Ik van alles? Ja. Dankjewel, broer. Je hebt een kwetsbaar mens weer heel veel kracht gegeven. Ook niet langs. Ik hoef er helemaal niet langs. Jij moet even uitkijken. Wat nou? Ik dacht dat jouw soort altijd heel goed was in basketbal. Wat voor soort? Nou, grote, sterke, aantrekkelijke mannen zoals jij. Oh. Ik weet een geintje om Krukkers terug te pakken. Wat? Ja, dan blijf opletten natuurlijk. Wil je nog steeds wraak nemen op Krukkers? Ja, die discussie die hebben we nou al gehad. Ik begin toch ook niet steeds over jouw gesnurk s'nachts? Ik snurk niet. Nou, daarom begin ik er ook nooit over. Ik heb met die man gepraat. Wat? En ik heb met Krukkers gepraat. Ben je helemaal van de pot gerukt? Ik mag toch wel met Krukkers praten? Nee, dat mag je niet. Iedereen weet dat ik ruzie heb met Krukkers en dan ga jij met hem staan praten. Je bent toch mijn vriend? Ik weet dat nou zo net niet, hoor. Nou, dan ben je mijn vriend niet. Rot maar op. Rot jij maar zelf op. Jullie lekker aan het ballen? Nee, ik ben niet met zo'n harddragend persoon. Je kan niet eens basketballen, debiel. Ik was het. Die voor het nooit meer zeggen. Wat? Dat je zweven tegen Boes zei. Wat zei ik dan? Jij maakt hem voor iets uit. Voor wat dan? Voor iets heel ergs. Waarvoor dan? Debiel. Nou, het is toch ook een debiel? Dat woord mag jij niet gebruiken als geldwoord, hè? Het is een medische uitlating voor een minderheid in onze samenleving die het heel moeilijk heeft. Nee hoor, daar gebruiken ze tegenwoordig een heel ander woord voor. Mensen met een minimale hersendysfunctie of lichtgeestelijke gehandicapten. Kijk, als ik dat woord nooit meer gebruik, dan verdwijnt het voor eeuwig uit de Nederlandse literatuur. Dat kan wel zijn, maar ik wil het hier nooit meer horen. Ja, ik wil u niet voor de kop stoten, maar wat moet ik dan zeggen? Idioot? Nou, nee. Imbeciel? Nee, dat helemaal niet. Gestoorde gek? Ja, als het gewoon maar over is, dan is het toch een verzamelnaam, hè? Nou, dan zeg ik dat voortaan, gestoorde gek. Alleen in het hoogst nodige geval. Oké. Okay. Debiel. Zeebellen en daar maak ik een hele grote luchtballon van. Ja, van hè? Hé, als je nou gaat douchen, hè, dan moet je doen wat ik heb gedaan. Dan moet je al je kleren in een plastic zak doen en meenemen onder de douche. Weet je zeker dat die niet gestolen wordt? Jij denkt zeker dat je heel slim bent, hè? Nee hoor, maar wel slimmer dan jij. Hey, wat doe je? Leg mijn kleren terug, kom! Ik heb je gewaarschuwd! Lekker, hè? Lekker zoekie gebouwen, jullie zijn heel leuk. Een beetje ballen dan, een beetje ballen. Ja, Weer. Nee, anders wordt mijn zoek koud. Zoek je nooit warm voor even. Je wordt zo uit het blik op je bord geschept. Zeg, hey. Wat dan? Alsjeblieft. Wat is dat? Ja, het is een soort schildpad. Ik weet het zelf eigenlijk ook niet, hè? Met een groot zwaard. Ah, het is een Teenage Mutant Ninja Turtle. Wat is het dan? Een Teenage Mutant Ninja Turtle. En dat zijn hele sterke schildpadden.
En die leven in New York onder de grond. En daar hebben ze heel veel chemisch afval hebben ze opgedronken. En dan zijn ze heel groot geworden. En ze zijn ook dol op pizza's. Ben je, wacht even, je kunt hem opwinden. Ja, als je met een potlood tussen zijn benen kriebelt. Dat is echt iets voor peer. Dat is voor kinderen. Nou dan. Nee, ik ben gek op spelletjes en op strips, maar niet op deze dingen. Hier kan je helemaal niks mee. Een beetje rondlopen kan je ermee. Hallo, hallo. Ja, daar ben ik weer. Hé, hey, zal ik jou eens een klap voor je kop geven? Dang. Nou. Ja. Nou, zie je wel, dat gebeurt niet met films. Je slaat zijn kop eraf. Zegt, nou, als jij hem niet wil hebben, leg ik hem wel terug in de speelgoedkist. Voor als er weer een kleuter langskomt. Ja, we moeten dan het hoofd niet hebben. Ja. Hij rolde die kant op. Dat maakt toch, dat ziet toch niemand. Ja, wat heb je nou met een schildpad zonder hoofd? Dan zeg ik maar dat hij net als zijn winterslaap is begonnen. Zeg, mag ik bij jullie komen zitten? Nee, die stoel is bezet. Nee, die stoel is leeg. Die stoel is bezet, dat zie je toch? Nee, die stoel is bezet. Volgens mij is de stoel leeg hoor. Maar als ik niet bij jullie mag zitten, ga ik weer hier lekker als in de beer. Ja. Mag ik bij jullie komen zitten? Ja, natuurlijk. Als je eerst een magie haalt. Een magie, oh ja. Dank je, dank je. Zo. Ook een beetje? Het is heel flauw. Ja. Oké, okay, hou maar. Maar dat geeft niet, gewoon goed horen. Hè, proef je er niet. Moet je niet proeven? Wat is er? Er zit een beest in mijn soep. Wat voor beest? Ik weet het niet, een zwarte. Nou, laat eens even kijken dan. Gadverdamme, er zit een spin in je soep. Hou weg. Maak je niet zo druk, het is maar een klein spinnetje. Hou die soep weg. Kan het er omheen eten? Nee, haal die soep weg. Wat is er hier aan de hand? Nou, er zit een spinnetje in zijn soep. Nou, dan eet je er toch omheen? Nou, dat zei ik wel. Ik durf het niet. Doe niet zo kinderachtig, Broes. Dat beest is al lang versopen. Nou, dat moet ik niet zeggen. Huh? Ja, spinnen kunnen namelijk onder water ademen. Wat? Met hun poten. Kijk, doe maar zo'n klein stukje van een poot van zo'n spin boven die soep uit te steken. En dan kan eeuwig onder water blijven. Ik zie er wel een klein zwart stukje zitten. Oh nee, dat is een champignon. Ja, en mag ik even kijken? Hé, hey. Waar is die nou? Ik zag hem net nog zitten. Huh. Misschien heb je hem per ongeluk wel opgegeten. Wat? Nee. Wacht even, ja. Oh, een draadje. Oh, hij heeft een draadje gesprongen. Of was het net natuurlijk? Hier! Oh, hij leeft nog! Ga weg! Ik sta er niet aan, ik kan niet tegen spinnen! Maar dat is een onschuldige variant, dat is een TT met B! Wat? Ja, een tomatensoep tarantula met ballen! De beuker! Je moet bij Michels komen! Bij wie moet ik komen? Michels. In de keuken. Ik moet helemaal niks. Ja, maar ze hebben je nodig. Je bent de enige die ze kan helpen. Ja, ze hebben van die grote blikken koffie en die krijgen ze niet open. Of je alsjeblieft even naar de koffie. Want ze hebben zo'n trek in koffie. Oh, dat doe ik zo. Eén keer roest in die deksel vliegt dan. Help me eraan herinneren dat ik morgen vroeg in koffie neem. Ga met je mee! Jij blijft hier. Dit moet ik echt alleen af. Oh, 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 oh
Omdat je in de gevangenis zit? Nee, omdat ik nooit betaal. Lekker. Van je vriendin. Heb je eraan gezeten? Nee. Waarom is hij dan open? Oh, dat doet Michels. Die wil altijd iets leuks lezen bij de koffie. Waarom zitten jouw vieze, vuile, vette vingerafdrukken er dan op? Die zijn ook van Michels. Van zijn boterkoek. Dan moet je eens goed luisteren, Grieseltje. Wat er in mijn post staat, dat gaat jou geen reet aan. Nou, als jouw zwager schrijft dat hij morgen om 2:30 op de binnenplaats komt ophalen met de helikopter, dan zorg ik wel dat ik erbij sta. Dit is heel wat anders. Dit is privépost. Ja, dat is waar. Hij is van Cynthia. Hoe weet je dat? Nou, ik denk toch niet dat je zwager van die zoete parfum gebruikt? Zie je wel, je hebt hem gelezen. Nee, echt niet. Moet ik zweren. Kom maar, je bent zo al vies genoeg. Hé hey, jongens, Utters heeft een brief van Cynthia. Die wil weten wat erin staat. Hé, Utters, meer man. Ah, dat is maar een grapje. Ja, dan weet ik er nog één. Ik maak gehakt van je en dan stuur ik je als voedselpakket naar Rusland. Waarom moet het naar Rusland? Zo lang mogelijk blijven. De brief is hier, hey, ja? Geef hem. Nee, ik wil lezen wat erin staat. Die brief is van mij, geef hier. Geef hier, Beuker. Drukhuis, geef terug die brief. Hallo, Beuker. Geef die brief terug, dit is niet leuk meer. Wel. Krukas. Ja? Die brief terug of ik gooi Krukas naar beneden. Ja, gooi me, gooi me. Geef hem nou terug. Geef hem nou terug. Oké, lieve Ukke, jij gaat nooit waar ik nu zit. Op een sportschool. En ik heb alweer stevige billen. Ik hoop dat jij ook weer een beetje in beweging blijft, want ik ben dol op harde spieren. Ja, leuk hoor. Geef nou die brief maar terug. Oké, maar dan moet je ons eerst bedanken. Waarvoor? Nou, dankzij ons heb je 5 minuten aan je beenspieren kunnen werken. Hier is alles rustig. Nou, hier kijk je. Ja, gaat ook. Hier maar. Zo. Is erbij dichten? Ja. Ik ga naar de dokter en dan zeg ik dat ik last heb van verstopping en dan gooi ik een heel potje laxeermiddel in zijn thee. Die kruppels die proef ik meteen. Ik zet hem op zijn kop in de wc en dan trek ik 20 keer door. Zonder van het water. Ik ga achter hem staan en dan zeg ik Krukas, telefoon. En dan duw ik hem snel een strijkijzer in zijn hand. Dat trapt hij niet in. Ik wacht tot het handarbeid is. En dan lijm ik hem vast op een stuk triplex. En dan gaan we met z'n allen figuurs aan doen. Ja, het is allemaal hetzelfde met die Amerikaanse pilot, man. Of het nou een strip is of een film. Allemaal hetzelfde. Meestal gaat het over een gefrustreerde macho die door iedereen belazerd wordt. Maar dat laat hij allemaal dan over zijn kant gaan. En het publiek dat zich met hem vereenzelvigt, zelf dat leeft mee. Dat denkt van, man, vecht toch terug. Doe toch iets. Kom op, man. Doe wat. Maar nee, hij leidt. Hij leidt in stilte. En tegen het eind, als hij er genoeg van heeft, dan pakt hij een mitrailleur. Gaat bovenop zo'n abri staan. En schiet dan iedereen en alles overhoop. Oeh, ja, moet hij ook met zijn gemeente tegen ze doen. Als de zus er wel meer een havengemeente is, dan schiet je dat toch ook niet aan flarden met zo'n standgun? Nee. Als iemand vervelend tegen jou is in de kroeg, dan rol je toch ook geen handgranaat onder zo'n kruk? Nee. Als je ruzie hebt met je buren, dan steek je toch een huis ook niet in de fik met zo'n vlammenwerper? Nee, maar daar heb ik wel van gedroomd. Zie je nou, dat komt allemaal door die pulp. Het gaat allemaal over wraak nemen, wraak nemen. Dan los je niks mee op. Als je problemen hebt, moet je praten. Dat moet je kunnen. Ja, maar als ze mijn rookworst van mijn bord jatten, dan ga ik niet eerst zitten praten. Dan krijgen ze wel van huis uit een bak vla in hun kamers. Ja, maar met de maffia valt toch niet te praten? Maar met jou helemaal niet. Ja, maar mag ik een punnetje terug? Ja, vangen. Post! Post! Ah, lekker kaartje. Post! Wat moet je? Het is post voor je.
Zeg, je hebt zeker een contactadvertentie gezet. Lekker, hè? Heb je gelogen op je uiterlijk, hè? Ja, leg dan maar neer. Oh, het zijn allemaal rekeningen. Neckerman, Otto, Weekamp, Neckerman, Otto, Weekamp, Neckerman, Keurko. Keurko, wat moet je nou opeens met de Keurko? Bij die anderen mag ik niks meer bestellen. Omdat je in de gevangenis zit? Nee, omdat ik nooit betaal. Lekker. Van je vriendin. Heb je eraan gezeten? Nee. Waarom is hij dan open? Oh, dat doet Michels. Die wil altijd iets leuks lezen bij de koffie. Waarom zitten jouw vieze, vuile, vette vingerafdrukken er dan op? Die zijn ook van Michels. Van zijn boterkoek. Dan moet je eens goed luisteren, Grieseltje. Wat er in mijn post staat, dat gaat jou geen reet aan. Nou, als jouw zwager schrijft dat hij morgen om 2:30 op de binnenplaats komt ophalen met de helikopter, dan zorg ik wel dat ik erbij sta. Dit is heel wat anders. Dit is privépost. Ja, dat is waar. Hij is van Cynthia. Hoe weet je dat? Nou. Ik denk toch niet dat je zware van die zoete parfum gebruikt? Sjeur, is dat die Griezel met die grote neus? Ja. Waarom kijkt hij dan zo chagrijnig? Ja, hij is een Vietnamees-veteraan. En zijn familie die is vermoord door de maffia. En nou jaagt hij op ze in een zwart pak met een witte doodskop erop. Oh ja, nou, dat is lekker makkelijk. Dan weten ze tenminste waar ze op moeten schieten. Ja, maar dat is de bedoeling ook. Want onder die witte doodskop er zit een kogelvrij vest. En er blijven al die kogels in steken. Dan is hij toch niet meer kogelvrij? Huh? Het is een doodordinaire Amerikaanse pulpstrip. Nee, er is ook een film van met Jeroen Krabbé. Oh. Ja, maar die is niet zo goed hoor, want die had geen witte doodskop op dat zwarte pak. Nee, ze vonden zijn eigen hoofd alleen genoeg. Ja, het is allemaal hetzelfde met die Amerikaanse pulp, man. Of het nou een strip is of een film, allemaal hetzelfde. Meestal gaat het over een gefrustreerde macho die door iedereen belazerd wordt. Maar dat laat hij allemaal dan over zijn kant gaan. En het publiek dat zich met hem vereenzelvigt, zelf dat leeft mee. Dat denkt van, man, vecht toch terug. Doe toch iets. Kom op, man. Doe wat. Maar nee, hij leidt. Hij leidt in stilte. En tegen het eind, als hij er genoeg van heeft, dan pakt hij een mitrailleur. Gaat bovenop zo'n abri staan. En schiet dan iedereen en alles overhoop. Oeh, ja, moet hij ook met zijn gemeen tegen ze doen. Als de zus er wel meer een havengemeente is, dan schiet je dat toch ook niet aan flarden met zo'n standgun? Nee. Als iemand vervelend tegen jou is in de kroeg, dan rol je toch ook geen handgranaat onder zo'n kruk? Nee. Als je ruzie hebt met je buren, dan steek je toch een huis ook niet in de fik met zo'n vlammenwerper? Nee, maar daar heb ik wel van gedroomd. Zie je nou, dat komt allemaal door die pulp. Het gaat allemaal over wraak nemen, wraak nemen. Dan los je niks mee op. Als je problemen hebt, moet je praten. Dat moet je kunnen. Ja, maar als ze mijn rookworst van mijn bord jatten, dan ga ik niet eerst zitten praten. Dan krijgen ze wel van huis uit een bak vuil en kabels. Ja, maar met de maffia valt toch niet te praten? Maar met jou helemaal niet. Ja, maar mag ik een spulletje terug? Ja, vangen. Post! Post! Ah, een lekker kaartje. Post! Wat moet je? Dat is pas voor je. Zeg, je hebt zeker een contactadvertentie gezet. Lekker, hè? Heb je gelogen op je uiterlijk, hè? Ja, leg dan maar neer. Oh, het zijn allemaal rekeningen. Neckerman, Otto, Weekamp, Neckerman, Otto, Weekamp, Neckerman, Keurko. Keurko, wat moet je nou opeens bij de Keurko? Bij die anderen mag ik niks meer bestellen. Omdat je in de gevangenis zit? Nee, omdat ik nooit betaal. Lekker. Om Krukas terug te pakken. Wat? Ja, dan blijven opletten natuurlijk. Ben je nog steeds wraak nemen op Krukas? Ja, die discussie die hebben we nou al gehad. Ik begin toch ook niet steeds over jouw gesnurk s'nachts? Ik snurk niet. Nou, daarom begin ik er ook nooit over. Ik heb met die man gepraat. Wat? Ik heb met Krukas gepraat. Ben je helemaal van de pot gerukt? Ik mag toch wel met Krukas praten? Nee, dat mag je niet. Iedereen weet dat ik ruzie heb met Krukas en dan ga jij met hem staan praten. Je bent toch mijn vriend? Ik weet dat nou zo net niet hoor. Nou, dan ben je mijn vriend niet. Rot maar op. Rot jij maar zelf op. Oh jongens, zijn jullie lekker aan het ballen? Nee, ik ben niet met zo'n hap.
vaatdragend persoon. Je kan niet eens basketballen. Debiel. Ik was het. Heerlijk, voor het nooit meer zeggen. Wat? Wat je zweven tegen Boes zei. Wat zei ik dan? Jij maakt hem voor iets uit. Voor wat dan? Voor iets heel ergs. Waarvoor dan? Debiel. Nou, het is toch ook een debiel? Dat woord mag jij niet gebruiken als geldwoord, hè? Het is een medische uitlating voor een minderheid in onze samenleving die het heel moeilijk heeft. Nee hoor, daar gebruiken ze tegenwoordig een heel ander woord voor. Mensen met een minimale hersendysfunctie of lichtgeestelijke gehandicapten. Kijk, als ik dat woord nooit meer gebruik, dan verdwijnt het voor eeuwig uit de Nederlandse literatuur. Dat kan wel zijn, maar ik wil het hier nooit meer horen. Ja, ik wil u niet voor de kop stoten, maar wat moet ik dan zeggen? Idioot? Ja, nee. Imbeciel? Nee, dat helemaal niet. Gestoorde gek? Ja, als het gewoon maar nodig is, dan is het toch een verzamelnaam, hè? Nou, dan zeg ik dat voortaan, gestoorde gek. Alleen in het hoogst nodige geval. Oké. Okay. Debiel. Ik verzamel zeepbellen en daar maak ik een hele grote luchtballon van. Ja, van hè? Hé, als je nou gaat douchen, hè, dan moet je doen wat ik heb gedaan. Dan moet je al je kleren in een plastic zak doen en meenemen onder de douche. Weet je zeker dat die niet gestolen wordt? Jij denkt zeker dat je heel slim bent, hè? Nee hoor, maar wel slimmer dan jij. Hé, hey, wat doe je? Leg mijn kleren terug, kom! Ik heb je gewaarschuwd! Lekker, hè? Lekker zoekie gebouwen. Met die ballen dan. Met die ballen. Ah, weer. Nee, anders wordt mijn zoekkap. Wil Thor dan wraak moeten nemen op Jack de Norman? Nou, dan verliezen we het alsnog. Ik weet het. Ik jat iets uit de kamer van Michels. Iets waar hij erg aan gehecht is. Bijvoorbeeld het speldje van de Corrie Konings fanclub. En dan wacht ik tot Pukkers op de douche staat en stop ik in zijn kleren en dan zeg ik tegen Michels dat hij het gejat heeft. Als jij dat doet, dan ben je een smerige fraaier. En dan wil ik niet met jou op één cel zitten. Nou, dan doe ik wat anders. Laten wij nog geen ruzie maken. Wij zijn toch vrienden? Dat dacht ik wel, ja. Nou dan. Ik was een beetje geïrriteerd en dat moest ik even afreageren, oké? Ja, oké. Alles in orde? Ja, maar dan moet je me wel iets beloven. Wat? Dat jij dat ophoudt met dat ellendige gejojo. Hukkels? Hukkels? Michels, wat doe jij hier? Eten, mevrouw. In het donker? Ja, dan zie ik niet wat ik allemaal door elkaar eet. Dat proef je dan toch? Ja, maar dan zit het al in mijn mond. Michels, zal ik jou eens één tip geven? Ja, mevrouw. Als jij last van stress hebt, dan moet je niet zomaar vol zitten eten. Dat lost helemaal niets op. Je wordt er alleen maar ongelooflijk dik van. Ik heb geen stress, mevrouw. Ik kon alleen niet slapen omdat ik last had van een gerommel in mijn maag. Nou, dan neem je een slokje water. En je zit je vol te vreten voor niks. Oh. Is dat... Huzarensalade? Ja, mevrouw. Lekker. Mag ik misschien vragen wat u hier komt doen, mevrouw? Ja, vraag maar. Hoe bedoelt u? Je moet niet twee vragen tegelijk stellen, Michels. Doe ik dat dan? Dat is vraag drie. Mevrouw, waar slaat dat op? Vier. Oh, u wilt me niet vertellen wat u hier komt doen. Jawel hoor. Oh ja? Dat is vraag vijf. Nou, wat komt u hier dan doen? En dat is vraag zes. Zal ik die dan maar beantwoorden? Graag. Kijk, meneer Michels. Ik ben om 12 uur naar bed gegaan met een boekje van Tessa de Loo. Want daar slaap ik altijd meteen in. Ja, ligt te woelen en te draaien, terwijl ik wist waar het aan lag. Het is hier te rustig. Nou, net wat ik zeg, Michels. Er zijn te weinig geluiden. Het is te rustig. Ja, mevrouw, wat wilt u? Het is 3:15 in de nacht. Maar normaliter
hoor je hier allerlei geluiden. Het gesnurk van Snoek, het hardop praten van Peer in zijn slaap, dat als die de schoenen poetst van de Norman, et cetera, et cetera, et cetera. Mevrouw, de gevangenen hebben andijviestamp gegeten. Daar slapen ze altijd lekker op. Maar ik heb toch zo'n eng voorgevoel dat er iets gaat gebeuren. Wat dan? Nou, als ik dat wist, dan zou ik me zorgen dat het niet gebeurde. Mevrouw, we hebben alles zelf gecheckt. Volgens mij maakt u zich zorgen om niet. Post! Post! Een lekker kaartje. Post! Wat moet je? Het is post voor je. Zeg, je hebt zeker een contactadvertentie gezet. Lekker, hè? Heb je gelogen op je uiterlijke, hè? Ja, leg dan maar neer. Oh, het zijn allemaal rekeningen. Neckerman, Otto, Weekamp, Neckerman, Otto, Weekamp, Neckerman, Keurko. Keurko, wat moet je nou opeens bij de Keurko? Bij die andere mag ik niks meer bestellen. Omdat je in de gevangenis zit? Nee, omdat ik nooit betaal. Lekker. Van je vriendin. Heb je eraan gezeten? Nee. Waarom is hij dan open? Oh, dat doet Michels. Die wil altijd iets leuks lezen bij de koffie. Waarom zitten jouw vieze, vuile, vette vingerafdrukken er dan op? Die zijn ook van Michels. Van zijn boterkoek. Dan moet je eens goed luisteren, Grieseltje. Wat er in mijn post staat, dat gaat jou geen reet aan. Nou, als jouw zwager schrijft dat hij morgen om 2:30 op de binnenplaats komt ophalen met een helikopter, dan zorg ik wel dat ik erbij sta. Dit is heel wat anders, dit is privépost. Ja, dat is waar. Hij is van Cynthia. Hoe weet je dat? Nou. Ik denk toch niet dat je zwager van die zoete parfum gebruikt? Zie je wel, je hebt hem gelezen. Nee, echt niet. Moet ik zweren. Kom maar, je bent zo al vies genoeg. Hé hey, jongens, Utters heeft een brief van Cynthia. Die wil er niet wat erin staat. Hé, hey, Utters, heel op. Ah, dat is maar een grapje. Ja, dan weet ik er nog één. Ik maak gehakt van je en dan stuur ik je als voedselpakket naar Rusland. Waarom moet ik nou naar Rusland? Zo lang mogelijk blijven. De brief is hier, hey, ja? Geef hem. Nee, ik wil eens wat erin staat. Die brief is van mij, geef hier. Geef hier, Beuzel. Drukhuis, geef terug die brief. Hallo, Beuker. Geef die brief terug, dit is niet leuk meer. Wel. Krukas. Ja? Die brief terug of ik gooi Krukas naar beneden. Ja, gooi me, gooi me. Geef hem dan terug. Geef hem dan terug. Oké, ja, oké, okay, hier, hier, hier. Lieve Ukke, jij gaat nooit waar ik nu zit. Op een sportschool. En ik heb alweer stevige billen. Ik hoop dat jij ook weer een beetje in beweging blijft, want ik ben dol op harde spieren. Ja, leuk hoor. Geef nou die brief maar terug. Oké, okay, maar dan moet je ons eerst bedanken. Waarvoor? Nou, dankzij ons heb je 5 minuten aan je beenspieren kunnen werken. Hier is alles rustig. Nou, hier kijken. Ja, gaat ook.